Er moet stilgestaan worden bij het feit dat de rechtspraak de normatieve duurzaamheid van de samenleving versterkt. Dat zegt procureur-generaal PG Garcia Paraxin. Gisteren tijdens een congres ter gelegenheid van 155 jaar rechtspraak in Suriname met als thema Rechtspraak toen, nu en de toekomst benadrukte de jurist dat de rechtspraak ervoor moet zorgen dat de samenleving een optimale beleving heeft van de rechtsstaat. De rechtspraak vertegenwoordigt en versterkt het collectieve geweten van de samenleving. Een eigentijdse herformulering van dit idee is dat de rechtspraak de normatieve duurzaamheid van de samenleving bevordert. Door dit verhaal actief uit te dragen, kan de rechtspraak haar verbinding met de samenleving versterken en ook intern eenheid creëren. Belangrijk in de rechtspraak is rechtseenheid. Rechtseenheid is een cruciaal element voor het functioneren van de rechtspraak. Onzekerheid over het rechtelijk oordeel hindert partijen in het maken van zakelijke keuzes. Rechtseenheid in de zin van rechtsgelijkheid als een element van juridische kwaliteit kan worden bevorderd als meer gebruik wordt gemaakt van informatie, registratie en expertsystemen, bijvoorbeeld voor straftoemeting, van uniforme rolreglementen, kwaliteitswaarborging en van elektronische ontsluiting van rechtsbronnen. Waakzaamheid is geboden en het zich uitspreken wanneer de onafhankelijkheid van de rechtspraak in gevaar dreigt gekomen zijn belangrijke elementen. Dat is een taak van de totale samenleving, zegt Paraxin. De waarde van de rechtspraak in een samenleving hangt sterk af met het vertrouwen dat burgers hebben in de effectiviteit en rechtvaardigheid van het rechtssysteem. Het Openbaar Ministerie is daarin een sleutelspeler omdat het bijdraagt aan het handhaven van de wet en het beschermen van de rechten van burgers. Geachte aanwezigen, de rechtspraak vervult een belangrijke rol in de rechtsstaat. Er zal dan ook te alle tijden ervoor moeten worden gewaakt dat de samenleving een optimale beleving heeft van de rechtsstaat en er geen inbreuken worden gemaakt hierop. De PG stelt dat de rechtspraak veel functies en uitdagingen heeft. Desondanks moet er gewerkt worden aan evaluatie en verbetering van het systeem.